Welkom bij deze nieuwe video van De Beert, campergezin Hannessen. We enjoy all pretty things in life and our worry soon disappears. When we are together, together in our motor home, the Beert. Waarschuwing. Deze vlog is langer dan u van ons gewend bent. Er is namelijk een hoop gedaan deze week. Interesseert u dit niets en wilt u niet meekijken? Scroll dan lekker door naar het einde van deze video. Interesseert het u wel? Dan wensen wij u veel kijkplezier. Oh, zo. Ja, ik wil hier echt zo niet voor. Ook stoppen? Ik wil stoppen, het is wel een fotootje. Nou, ik begin open deze vlog vast. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog, allereerst. Ja, is goed. We beginnen deze vlog een keer met het afsluiten van het weekend. En het was een bijzonder leuk weekend. Zoals jullie horen nemen we afscheid van alles en iedereen, want het was wel heel leuk. We kwamen vrijdag aan op onze welbekende camperplek waar we vaak staan. En daar stonden mensen die met kinderen mee hadden en die noemden onze jongens tijdens het voetballen al bij naam. Dat was even slecht beeld, zie ik door de zon. En wat blijkt nou, die volgen ons op YouTube en die waren speciaal hierheen gekomen om ons een keer te treffen. Nou, hoe leuk. En we nemen het afscheid van nog een stel die hier ook was. En we gaan geen namen noemen, nee. Maar het was ook ontzettend leuk. Gisteren gezellig bij het kampvuur met z'n allen gezeten. Kortom, dat was een leuk weekend, ja, zo met z'n allen. Heel gezellig weekend. Heel gezellig, ja. Inderdaad. Leuk dat de mensen ons ook speciaal inmiddels opkomen zoeken omdat ze vragen hebben. Ook een beetje hetzelfde in het leven staan als wij. Het stel waar we net afscheid van hebben genomen, wonen ook in hun camper. Dus leuk. Leuk. Bijzondere ervaring weer. En we gaan elkaar zeker nog eens treffen. Ja, zeker weten. Ja. Was gezellig, hè, jongens? Ja, zeker weten. Ja, in de tussentijd rij ik hier de camperplaats af. En dan zullen we nog een keer naar ze zwaaien. Dus ik draai de camera even bij. Ja hoor, er staan ze op te zwaaien. Leuk. Oh, dat is niet. Hele lieve mensen. Echt hele lieve mensen. Super lief. En we zien jullie graag de volgende keer. Treffen jullie weer. Oh jee, inmiddels aan de overkant sirenes. Dus ik ga even op het verkeer letten. We spreken elkaar zo weer. Zo, inmiddels weer rust op de weg. Of ook wel, wij zijn weer onderweg naar dat stenen huis. Nog voor de laatste paar weken. We hebben weer zat in de planning staan deze week, waar we jullie weer in meenemen. Zo gaan we alvast onze spulletjes, wat we willen bewaren, opslaan bij familie. Dus dat gaan we even wegbrengen. We gaan wat abonnementen thuis opzeggen, wat abonnementen veranderen. Met een postadres gaan we mee aan de gang. Nou goed, dat allemaal. Leuk weekend nogmaals. Ja, zeker weten. Dat was heel gezellig. Ja. Zowel de eerste avond met lekker gezellig met z'n allen bij het kampvuur, met leuke gesprekken. Als ook de tweede avond weer. Ja. En van elkaar genoten. En nogmaals dank daarvoor. En de mensen die kijken weten wie we bedoelen. En voor de rest die meekijkt. Nou ja, goed. Jullie zien het van de week allemaal weer. Wat we meemaken, wat we doen, welke stappen we ondernemen in deze nieuwe vlog. Zo, het is maandag, einde van de dag. De eerste werkdag van de week zit weer op. Maar goed, de klusjes thuis gaan ook nog steeds even door. Zo heb ik voor vanavond nog een klusje ingepland staan. Wat betreft de fietsendrager. Ja, ik zeg klusje, maar het meeste heb ik er eigenlijk al aan gedaan natuurlijk. Zoals jullie misschien in de voorgaande vlogs van ons hebben gezien, is deze fietsenmaker, fietsendragen zelf gemaakt. Maar goed, nou moeten die fietsen er nog op. En dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gedaan. Ik ben er wel even mee aan het stoeien geweest al. Maar dat is nog even een puzzel. Hè? Want het staat allemaal, ja, ik heb hem geprobeerd relatief klein mogelijk te houden. Dus niet heel erg diep achter de wagen.
Maar ja, gewoon dit formaat is eruit gekomen. Dat moest naar berekening kunnen. En nu gaan we kijken of dat ook daadwerkelijk kan. Ik heb al even wat voorbereidend werk gedaan op de zaak, op het werk. De bestaande armen van Omnistore, die had ik gewoon nog liggen. Ooit is overgenomen van iemand van, dat komt vast een keer van pas. En dat komen ze nu dus. Echter waren die niet helemaal op de juiste lengte, dus die heb ik even gewoon met het een en ander bij elkaar geraapt. Allerlei dingen bij elkaar heb ik ze aangepast en nieuwe draaisteun opgezet. Kijk, gelukkig heb ik het deel erbij. Wat heb ik gedaan? Ik heb ze dus op maat gemaakt, op maat afgeslepen. Een gat door en door gemaakt. Dan gaat deze, dat is de steun, gaat daar doorheen. Die van onderaf er doorheen. En dan draaien we hem er weer op en dan kunnen we dus klemmen. En die klemmen we vervolgens aan de fiets. Nou, de meesten die een camper hebben, kennen dit systeem echt wel. Maar ik moest hem dus wat aanpassen door het allemaal in te korten op de juiste lengte. Dat heb ik dus inmiddels gedaan. En nu gaan we even samen kijken, want Deon gaat me helpen. Hè? Ja. Of de fietsen erop kunnen, de mountainbikes. Maar ik denk dat het best wel goed gaat komen. We moeten even kijken hoe we eruit komen met sturen. De eerste fiets heb ik ook zo gezet. Die staat er dus op, zoals je ziet. Dat is mijn eigen fiets. Dat ik het stuur niet hoef weg te draaien. Die raakt de camper zo niet aan. Dus dat moet goed komen. Maar we gaan eens kijken of we de andere fiets erop krijgen, of niet? Ja. Wat even een puzzeltje. Welke fiets is? Nou, die van papa staat al. En ik denk dat we die van Vince, ja heel goed, die van Vince er tegenaan gaan zetten. Van klein naar groot. Van klein naar groot. Of van groot naar klein. Ja, nee, we moeten gewoon even kijken wat wil. Ja, gaan we doen. Ja. Ik pak ze deze even erop, pak jij de fiets van Vince maar vast. Trekken. Nou, dat is al een puzzel op zich. Ja. Ja, daar komt hij. Zo. Dan kun je die erop draaien. Zo, die laat ik nog even een beetje los zitten. Want dan moet ik nog even kijken hoe dat gaat. Maar die is wel gelijk voor fiets nummer 2. Dus we moeten hem er doorheen tillen, want ik heb de armen onderlangs gezet. Om te klemmen, dus we moeten deze fiets eroverheen zetten. Ja. Hoe denk jij dat die moet? Gewoon hetzelfde als hier. En als dat stuur aan die kant zit, aan welke kant moet dat stuur dan, denk je? Die kant. Heb je heel goed. Nou, eens kijken of dat zo wil. Even er tussendoor tillen. Dat deze hier tussendoor gaat. Even opletten, want daar zitten trappers. Die zit precies in mijn ketting. Kijk, zo kan die er mooi voorlangs. En als het goed is, is deze armsteun nu op maat. Dan kun je hem er doorheen trekken. En vastzetten. Nou, er loopt niks in de weg zo van elkaar. Hij staat zo relatief rechterop. Riempjes aan de onderkant nog even vastzetten. Dat is nog wel een ding. Nou, één ding kom ik nog gelijk achter. Die riempjes. Dat is het nieuwere systeem van Thule. Vroeger had je dat systeem wat een beetje hetzelfde is als dit, zeg maar, met die trekbandjes. En tegenwoordig is het gewoon een systeem met van rubberen bandjes die eromheen haakt. Maar ik heb de goten heb ik rechtstreeks op de traanplaat bevestigd. En nou zie ik wel dat mijn hand dus niet heel veel ruimte eronder heeft om hem vast te zetten. Daar heb ik in principe wel een oplossing voor.
Oh, dat is even van later zorg. Wie zit nu? Ging niet heel erg handig, maar hij zit. Nou, dan dit wiel even goed zetten. Beetje bijdraaien. En dan kunnen we ook deze vastzetten. Ja, die zit ook. Nou, de eerste fiets staat. Nee, twee. Ja, de tweede, ja. Je hebt helemaal gelijk. De eerste die stond al, de tweede staat erbij. Nou, dat kan prima zo. Volgende. Tussendoor. En dan val ik niet precies tegen hier. Ja. 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 Ja, deze is het beste. Dat zit hier nog niet goed. Moet je hier aanheen? Ja. Dat toch? Zo, kijk. Zie je hier tussendoor? Ja. Ik heb het beste nog. Ziet er goed uit. Ja. Even kijken, laat jij net dat dingetje van papa. Pak hem er even bij. Hoe gaan we die laatste fiets nou vastzetten? Althans, dit is nog niet de laatste, dit is de vierde fiets. Er komt nog een vijfde fiets voor. Maar Ingrid heeft er een nieuwe fiets nog niet. En die damesfiets, dat is gedaan een zaak. Die wordt verkocht. Kom er even naast te staan. Aan de andere kant. Toch, dat kan iedereen goed zien. Maar hoe zet ik deze fiets nou vast? Die heb ik dan weer zelf gemaakt. Ook met allemaal de stukken die ik over had. Op de juiste maat. Ik had nog eentje van Fiamma. En ik had er eentje van Omnistore. En die hebben allebei een iets andere maat. Maar die van Fiamma ging precies hierin, met na een beetje opschuren. En op de juiste maat heb ik ze afgeslepen, in elkaar gezet. Weer een gat door en door geboord. Bouw het moeder erin. En dan kan ik dus fiets aan fiets zetten. En dat is zo de bedoeling. Deze komt dus gewoon aan het frame van de fiets daarvoor. Even kijken, een beetje zo op dit punt. Dan zit hij niet in de weg voor de kabels. Zo. En dan deze hier. Nou, doen we dat. Schuiven erin. Ja, hem aantrekken. Als hij goed strak zit, hoef je die niet meer in te duwen. Hè? En klik, zegt hij dan. Zo. Zie je ook? Ja, moet maar alleen aan de onderkant vastzetten. Met de riempjes. Gaan we even proberen. Even proberen. Ja, die riempjes gaan een beetje strak. Dat zei ik straks al. Dat is nog niet wat. Met een beetje hulp van een stuk gereedschap erachter zetten. Dat gaat ietsjes makkelijker. Ja, het zit heel strak. Ja, het zit eigenlijk te strak. Maar dat is ook goed, want dan blijft je ook goed vastzitten. Ja, dat is waar. Nou, zoals je ziet is dit echt nog niet helemaal naar mijn zin. Dit is echt nog niet handig. Daar ga ik even een oplossing voor zoeken. En de oplossing die ik ervoor in gedachten heb is eigenlijk als volgt. Ik heb nog zo'n zelfde frame stuk liggen, zo'n buis wat achteraan staat. Die laat ik even wit poedercoaten. Want dan past het weer bij het geheel. En dan denk ik dat ik die eerst op de traanplaat bevestig. En dan daar de goten weer op. Dan komt het geheel dus ietsjes omhoog. En dan heb je iets meer
Kijk, want hier aan de voorkant kun je wel makkelijk kun je naar beneden trekken, omdat je die ruimte hier vooraan hebt. Mm-hmm. Maar hier heb ik dat niet, want er zit die traanplaat. Dus als ik hem ietsje hoger maak op dat stukje buizenframe, zeg maar, dan moet het iets makkelijker gaan. Het gaat wel, lukt maar uiteindelijk wel. Even met een stukje gereedschap even iets erheen aanduwen, aantrekken. Dan wil het wel, maar het is nog niet 100% naar mijn zin, nee. Maar goed, verder staan ze erop. Hè? Ze staan erop. En de vijfde fiets kan er nog voor langs, kost er de vier op kunnen. Dan kan die vijfde ook nog wel. Dus dat komt wel goed. Dan gaat hier weer zo het stuur voor langs. Ja, dan gaat het stuur inderdaad weer aan deze kant zo voor langs. Dat komt wel goed. Ja. Dat hebben we weer gedaan. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Nou, dan staat het toch keurig op zo. Kijk, het kan allemaal net. Ja. Allemaal met elkaar verbonden. Daar. En die. En de eerste zit op een hele korte. En ook vanaf de zijkant. Kan dat allemaal prima zo. Gaat allemaal net mooi langs elkaar heen zonder dat het elkaar aanstoot of kapot maakt. En aan deze kant geldt dat hetzelfde. Kortom, deze klus voor de maandagavond vind ik prima zo. Ik weet dat de armpjes nu op goede lengte zijn. De fietsen staan er gewoon stabiel op. Die riempjes onderaan voor de wielen vast te zetten, daar moet ik dus nog even mee aan de gang. Maar dat is een kleinigheidje, dat komt ook echt wel goed. Nou, goed zo toch? Ja. Jij ook tevreden? Ja. Ja? Klus geklaard voor vanavond. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Nou, jullie zullen wel denken, wat zijn ze nou weer aan het doen? Maar we gaan straks nog eventjes een klein stukje de buurt rond. Want we verlaten natuurlijk na 16 jaar lang hier te hebben gewoond ook de buurt. En we vertrekken enigszins met stille trom, zoals ik ook al had gezegd, aan de buren. Maar natuurlijk niet helemaal, dus we geven ze nog de gelegenheid om nog even een keer langs te komen. Eventjes een kopje koffie met gebak. En dan kunnen we nog even een laatste babbel maken. Ja. En kunnen ze nog wat vragen stellen als ze die hebben. En dan kunnen we toch een beetje op die manier ook de buurt gedag zeggen. Weet je wat, ik laat het wel even, de uitnodiging wel even, lees ik wel even voor. Beste buur, zoals jullie wellicht al van onszelf hebben vernomen of ergens in de wandelgangen, gaan wij ons leven wat omgooien en kiezen we voor een andere invulling van ons leven. Zo gaan wij in onze camper wonen en met verloop van tijd reizen. Wij zullen 29 april definitief onze camper intrekken. Dat houdt dus ook in dat wij na 16 jaar met veel plezier wonen de wijk gaan verlaten. We vertrekken enigszins met stille trom, maar om helemaal niets meer van ons te laten horen, nee, zo zitten wij natuurlijk niet in elkaar. Daarom willen wij jullie bij deze van harte uitnodigen op donderdag 21 april tussen 7 en 9 om ons gedag te komen zeggen. En er is natuurlijk ruimte voor een praatje en kunnen wij nog eventuele vragen beantwoorden, mocht daar behoefte aan zijn. Alles onder het genot van een bakje koffie of thee met gebak. Mocht er geen behoefte aan zijn of kunnen jullie domweg niet, is dat natuurlijk ook geen probleem. En wij verdwijnen natuurlijk niet van de aardbodem. Zo zullen wij onder andere ieder jaar terugkomen in het laatste kwartaal van het jaar, aangezien wij onze decemberpraktijken zullen blijven voortzetten. Tevens kunnen jullie bij interesse ons volledige avontuur volgen via ons YouTube-kanaal. Een warme groet, Mark, Ingrid en de jongens. Nou, dus dat. Dus die gaan we zo ook nog even samen rondbrengen. En we hebben verder eventjes vandaag een einde van de middag. Het is nu dinsdag, einde van de dag. Ik ben net terug uit het werk. En we hebben even een administratief avondje ingepland. Want we moeten natuurlijk ook, die fase gaan we nu in, de nodige administratieve dingen gaan regelen. En er zitten hele simpele dingen tussen, zoals het opzeggen van bepaalde abonnementen. Hè, zoals zo zaten we bij de Ziggo met onze internet en televisie. Dat kunnen we gewoon opzeggen en dat is klaar. Maar we willen voor, onder andere voor de studie van de kinderen. Hè, die hebben toch een laptopje zometeen nodig. En ook voor onszelf willen we wel goed internet blijven behouden. En nou hebben we een prima abonnement voor de telefoon met een goede databundel. Echter ga ik die dan eventjes iets upgraden naar onbeperkt data. En dan heb je in het buitenland, geloof ik, 40 gig in de maand. Dus dat is ook prima. Dus dat zijn allemaal wat simpele, praktische zaken.
Verzekering. Ja, verzekeringstechnisch komt natuurlijk ook het een en ander bij kijken. En daar komt vanavond onze verzekeringsadviseur voor langs. Ja. Dus hoe dat verder gaat, ja, dat gaan we dan wel weer beleven. Kijk, we weten dat we nu een fase ingaan waarbij er wat dingen, waarbij we ons in een grijs gebied gaan bevinden. Het meeste is gewoon geregeld. Dat hebben we ook telefonisch kunnen regelen. Zorgverzekering gaat waarschijnlijk zometeen via OOM. Dat zullen de mensen die al reizen of in een camper wonen ook weten dat een goede oplossing is. Je zit nog wel echter met een verzekering van de camper zelf. En dat moeten we allemaal even gaan bekijken hoe dat gaat. Maar daar kan ik nu nog geen antwoord op geven aan jullie als kijkers. Maar dat gaan jullie ongetwijfeld ergens in een van de volgende vlogs zien. Want ja, die fase gaan we nou echt in. Ja. Oh ja, wat ook nog is geregeld. Het briefadres. Want we hebben nu toch allemaal brieven voor liggen. Het briefadres, ja, het is nog niet geregeld. Maar we hebben een persoon bereid gevonden. Een hele goede vriend van ons. Waar ook de Sinterklaasopslag naartoe gaat van ons bedrijfje. De kijker zelf, misschien kijkt u onze vlog ook wel, die weet dat we daar heel dankbaar voor zijn. Super bedankt. Maar het is dus nog niet geregeld, echter de afspraak bij de gemeente staat al wel. Ja. Die is inmiddels ingepland en dan gaat hij ook mee. En dan kunnen we dat allemaal voor elkaar maken. Daar verwacht ik verder niet zo heel veel problemen en heel veel ellende. Nee, ik hoop niet. Kijk, het is gewoon een heleboel geregeld. Het is nu een heleboel geregeld. En nogmaals, je zult in een grijs gebied nu terechtkomen. En de stappen die wij nu gaan ondernemen, is niet gezegd dat bij iedereen het geval is. Nee. Wij zitten natuurlijk nog met schoolgaande kinderen. Waarvan ik trouwens weet dat er nog zat gezinnen zijn die dat ook dezelfde stappen maken als die wij nu maken. Of ze al hebben gemaakt. Dus de weg is ook al een beetje voor ons vrijgemaakt op dat gebied. Dat we al wat tips en trucs hebben gekregen. Nou ja, maar mocht iemand nog tips en trucs weten. Ja, altijd welkom. Zeker. Graag even bij de reacties. Geef maar een reactie. Misschien hebben we er wat aan. Leren we er wat van. Zeker weten. Nou, om verder niet. Want we hebben veel te behandelen deze vlog. Van de hele week wat er allemaal nog. Gisteren ben ik met Deon bezig geweest met die fietsendrager. En vanavond dan die verzekeringsadviseur die nog langskomt. En morgen nog een kast in elkaar halen. En donderdag spullen wegbrengen. Dus we hebben een hoop met jullie te delen in deze vlog. Dus we houden dit nu verder kort. Want we hebben, althans, ik heb alweer genoeg gekwetst. maar we vonden het leuk om dit even jullie in mee te nemen. Dat gezegd hebbende, wij gaan even door met vouwen en plakken. En dan gaan we de brieven zo eruit gooien. En dan zien we jullie verderop in de vlog alweer. Zo, ook vanavond weer een druk avondje voor de boeg. Deze kast wordt zometeen opgehaald, dus die ga ik uit elkaar halen en naar beneden versjouwen. De laatste grote kast in het huis, de rest is in principe alles nu weg. En ik heb de hoop dat ik deze delen van elkaar af kan halen, dat we die buitenste delen in één geheel naar beneden kunnen sjouwen. En dan in de aanhanger en weg kunnen brengen. Maar goed, dat gaan we allemaal beleven. En dan gaan we morgenavond al onze opslagspulletjes. De spullen die jullie in een vorige vlog hebben gezien. Wat we opslaan van de kinderen, van onszelf, wat kleding. Die gaan we ook wegbrengen. En die stelling die in de garage staat. Dus het is zometeen de kast uit elkaar halen. Opbouwen weer bij degene die hem overneemt. En de stelling ga ik uit elkaar halen. En die leg ik dan vast klaar voor morgen. Want morgen wil ik direct uit het werk eigenlijk met het gezin die kant op rijden. En het is wel even een uurtje rijden waar we naartoe moeten. Het is niet om de hoek. Maar dat geeft niks, want we zijn al lang blij dat we daar kunnen stallen, zeg maar. Dus dan gaat die stelling morgen weg en onze opslagdozen gaan ook weg. Dus kortom, vanavond druk. Dus genoeg ouwe hoer, ik ga beginnen.
Dit gaat niet lekker. Oh, de klep gaat gewoon wassen. Mooi. Moet ik er eerst in, of jij? Is het goed, hè? Ja, maar dan moet ik even kijken. Als ze hem eerst even over hem halen, dan kun je het eruit van. Ja. Laat ik dat niet meer doen. Heb je? Ja. Ruimte maken. Space. Op de zijkant denk ik, dan blijf op de zijkant, hier tegen het spijkertje. Ja, even kijken hoor, ik kan best gelijk maar aan de zijkant ook vastpakken met de tweeën. Als we even... Ja? Heb jij maar die kant? Ja. Ja, vertellen. Kijk, we hadden net de trap af. De onderkant heeft dan we hebben we hem over breed trap gehaald, hè? Ja, de langste trap. Ja. Dan moeten we hem hier draaien. Goed. Zo. Ik heb mijn spieters hier zitten. Eentje ja. Los hier. Ja. Nu niet meer. Ja, dit... ja, langzaam weer achterover. Oh, jij zit hier met de... En dan jij weer onderuit trekken. Ja, ik ga nu trekken. Ja. Ja? Ja. Zo. Ja? Zal ik maar even niks zeggen? Want als pak de mensen. Als onze volgers dit zien, Ingrid, dan val je door de mand. Nee hoor. Ik val niet door de mand, want er is bovenop gewoon. Zelf vanmorgen toch al sneeuw geveld? 1 april. Ik slaap er veel brutaal over bed heen. We moeten nu toch. Daarom maak ik nu niet meer uit. Zo. Oh, oh, oh. Zien jullie dat? Kijk eens even hier. Oh, chant voor de buurt. Eerlijk hoor. Oh. Wat dat? Ja, ja. Anders moeten we er even twee, hè? Ja. Nou, zet maar weer hier gelijk, hoor. Ik ga hem neerzetten. Ja. Ja, dan kan je niet omhoog. Ja, dat. Ja. Stukje omschuiven. Kun je hem er gelijk in leggen nu of niet? Je mag hem even doorlopen. Even alleen het hoekje. Even het hoekje erop. Ja. Draai ik hem bij, hè? Ja, draai het erbij. Ja. Ja. Zo. Huppatee. Nog hier wat tussen. Mooi trui, hè, Jan, schat? Schat. Echt schat. Verrassend door Stevie Wonder. Stevie Wonder. Echt een mirakel. Nou, wat ik hoopte is gelukt. Die twee zijkanten die zijn er dus inderdaad mooi in zich heel vanaf gekomen. Met een beetje hulp naar beneden kunnen sjouwen. Ja. Dat is gelukt. Maar goed, deze gaat absoluut niet door de trappen gehad natuurlijk. En die gaan we bij elkaar halen. En dan kunnen we straks alles wegbrengen. Ja? Ja, zo is dat. Gaan we doen. Komt helemaal goed.
Zo, weer een klusje geklaard. Kast is eruit. Die ligt in de auto. Die ga ik zo om de weg brengen. En zo eerst even het beloofde bakje koffie. Even stofzuigen. Dat kan ook geen kwaad. En dan ga ik zo de stelling in de garage nog uit elkaar halen. En alles vast klaarzetten voor morgen. Zodat ik morgen direct uit het werk weg kan. En dan filmen we dat ook weer voor jullie. Deze stelling die gaat naar Mark's broer. Dus die ga ik nu even voor Mark leeghalen. Want die... Wat Mark waarschijnlijk al verteld heeft, is dat we alle spullen naar hem op gaan slaan. Dus die verstelling moet zo afgebroken worden. Dus ik ga hem even leeghalen van Mark. Wat een troep heeft een mens. Blijven het zeggen, maar het is echt zo. Hey, Vins, kom je mij even op, schat? Waarmee? Die stelling leeghalen. Papa gaat die zo afbreken. Oh. Dus als je me even wil helpen, zou ik heel goed doen. Hey, wat een... En de laatste. Ja. Van die vriendin. Die gaat ook. Twee spuiten. Die gaat ook bij alle troep die we hier zo hebben. Zo. En nou kan papa de stelling mooi afbreken. En dan kunnen we hem wegbrengen. Ja. Top gedaan. Doei. Zo, de laatste klus voor vanavond, want dan vind ik het genoeg. Ik ook. Ja, ik wou zeggen, ik spreek voor mezelf, maar voor mij hebben we het allemaal, want het is alweer, hoe laat is het? 9 uur bijna? Ja, 9 uur geweest. 9 uur geweest, dus het is een lang avondje en we hebben al veel drukke avonden gehad deze week. Maar goed, maakt niet uit. Dat is nou helemaal de laatste week niet anders, dat wisten we. Ja. Die kast is inmiddels weg, zoals jullie hebben gezien, boven op onze slaapkamer. Ik heb er zelfs een beetje een schorre stem van gekregen. Ik ben echt vermoeid nu. Ja. Maar goed, Ingrid en Vince hebben me net nog even geholpen in de tijd dat ik die kast was wegbrengen. Hebben ze mooi even de stelling hier leeg gehaald. En nou zei Ingrid straks dat dat naar de kringloop gaat. Ja, dat dacht ik. Maar we hebben net toch nog even samen besloten dat we nog één laatste kofferbakverkoop pakken. Hier bij ons in de buurt. Omdat we van mening zijn dat de spulletjes die we nog hebben, nog een paar, we hebben nog wat verlichting in huis en nog een paar kleine dingen. En dan hier en hier, dat hoopje dat hier staat. Ja, dat kan toch nog best weer... wel leuke spullen. Ja, daarom kan toch nog best wel weer wat geld opleveren. Ja. En dat zijn straks toch weer weekendjes weg met de camper, ja. Of een patatje met de jongens, ja. Of nou ja, hoe je het ook wat je maakt het ook, niet uit, maakt we kunnen er in ieder geval wat leuke dingen voor doen. Precies. Maar goed, en dan staat daar staat dus hetgeen wat morgen meegaat. Wel geteld 7 opbergkratten, 3 dozen met foto's en 1 grote rugzak. En that's it eigenlijk. En dan komen er nog 2 kratten zometeen bij in de komende weken met wat kleding wat we dus gaan wisselen tussen ja. Zomer en wintergoed. Ja. Maar dat is het dus. Dat gaat dus morgen naar familie, zoals gezegd, samen met deze stelling. Die gaat naar mijn broertje, die woont in dezelfde woonplaats. Dus dat kunnen we mooi combineren. En dan hebben we eigenlijk alleen nog daar wat bovenlangs, ik weet niet of het goed in beeld is hoor, maar dan hebben we nog wat pieterpakken hangen en wat opslag daar van Sinterklaas. En ik heb boven mijn Sinterklaas kostuum. En dergelijke, en outfit en noem dan maar op, alles erbij hoort, nog hangen. En dat gaat dan dus naar een vriend van ons toe. Nou, en dat is tevens ons postadres, dat waar we het over gehad hebben. Tevens dat ons postadres, waarvoor dank, waarvoor we natuurlijk heel dankbaar zijn. Zeker weten. Dat is dus bij hem geregeld. Nou goed, genoeg gekletst. We gaan nog even snel die stelling aan elkaar halen. Die leg ik gewoon even voor bij de garage neer. Dan is dat, of bij de garage deur moet ik zeggen. Dan is dat morgen een kwestie van uit het werk naar huis te rijden, inladen, spullen inladen, gezin erin. En dan, ik doe er net het gezin ook achterin aan, maar Zo klonk het wel. Ja, nee, Ingrid rijdt erin ons eigen autootje even achteraan, want het is een grote auto die ik meeneem. Maar die heeft alleen maar laadruimte en dan kunnen de kinderen dus niet mee. Nee. Maar we maken gewoon gelijk even een bezoekje van natuurlijk. Ja. En dan dus, gaan we lekker bij je moeder eten. Eten we even lekker daar. Ja. Ja. En dan hebben we gelijk alle spulletjes weg. Zo staat.
Nou. Mooi in opslag. Ik ga hem met elkaar trekken. Als jij dat van haar wil pakken en Daniel wil leggen, ja, dan... Doet ik. Mooi. Jij weet hoe dat ding uit elkaar moet? Ja, dat is niet zo spannend. Oké. Okay. Oh. Nee. Weer een lege muur. Plus liggen klaar. En ik ga er verder niet te veel woorden met een vuil maken. Wij gaan aan de koffie. Ja, lekker. Goed zo. Zo. Donderdagavond. Nee, avond. Einde van de middag. Papa komt uit zijn werk. En de hulptroepen staan al klaar. En we hebben haast, want we willen op tijd. Dus we gaan beginnen met stelling in de auto te gooien. Dus ik zou zeggen, chop chop! Tada! Lekker, hè? Lekker koud, jongens. Deze spulletjes. Oké. Is goed, want de stelling ligt inmiddels in de auto en zo gejaagd als we er een beetje zijn, sorry, maar we willen opschieten. De krachten moeten ook in de auto en er was een reactie op een vlog dat we als tip kregen, kijk uit met die handgrepen, want die zijn niet zo sterk. Daar zijn we inmiddels ook achter, want er is er al één gesneuveld, dus we gaan nu wat voorzichtiger te werk. We zetten ze zachtjes in de auto, dan gaan ze in de opslag en dan is het daar staan en dan staat het daar bij mij betreft voorlopig prima. Ja. Dus er hoeft er niemand meer aan te komen. Maar nou, gaan we dat nog even met z'n drieën doen, hè? Ja, ja. Dus doe jij het katten bij de doos. Heel voorzichtig. Kom op, joh, kom op. Kom op, kijk in de doos. Kijken, ik wil even die afgeven. Kijk maar. Ik ga maar aan de onderkant. Aan de onderkant. Hier. Er staat een doosje. Die foto's die zijn niet wat maar die rugzak die zijn vol, maar die zijn er ook. En die rugzak er nog allemaal erin. Papa, moet ik ook? Ja. Ah joh, ik schrik. Dit is ook een doosje op de doos. Je doet snel. Ja, alleen die schilderij en lijstjes nog. En die twee zakken daar nog. Dit is heel belangrijk.
Waar moet hij? Oh, leg hem erin. Zo, guur weer, vies weer, maar de auto is vol, zoals jullie misschien wel kunnen zien. Dus we stappen gauw met z'n allen in de auto en dan gaan we onderweg de spullen wegbrengen. Ja. 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 Nou, onderweg met een auto volgeladen. Ja. Maar ja, volgeladen. Bij nagaan dat eigenlijk al onze opslag is. Nou, dat is er niet veel, hè? Nee, dat valt wel mee. Wat ga jij nou het meeste missen, denk je? Of heb je niet echt wat je gaat missen? Dan kan nee, dat eigenlijk ook. Niet, want we hebben eigenlijk alles in de camper. Ja, nou, dat zegt papa ook altijd, ja. Maar ik kan me voorstellen dat je iets van... Ja, jullie deden ook niet zoveel meer met speelgoed, nee. Hè? Nee. Het enigste wat ik... Ja, ik ga denk ik gewoon niks missen, want ik heb... Ik wou zeggen dat ik gemist ga voetballen, maar dat kan ik altijd. Ja, maar voetballen deden we niet thuis in de woonkamer, hè? Nee. Nou, dat is toch eigenlijk, we hebben veel buitenspeelkinderen. En we zijn zelf ook van de natuur. En ja, dan heb je ook niet echt niet zoveel waarde aan spellen. En wel in de loop der tijd van de jongens ook heel veel speelgoed en Playmobil en noem het allemaal maar op. En dat is nu ook allemaal verkocht. Ja, daar hebben andere kinderen blij mee gemaakt, want onze kinderen deden er niks meer mee. En dan is dat eigenlijk zonde en dan kun je het wel opslaan, maar dat heeft helemaal geen zin. Dus ja, dit autootje vol, dat is het eigenlijk. Dat is onze opslag van alles. En nou, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar Ingrid rijdt achter me met de andere twee jongens. Het kleine autootje. Want we zitten zo meteen toch in de buurt van opa en oma en dan wilden we eventjes gelijk bij hen op de koffie. En oma zei, eet dan gezellig mee. Dus een uurtje rijden. Gezellig. Dat is altijd gezellig, zeker weten. Nou, een klein uurtje rijden en dan zijn we daar, dan kunnen we de boel uitladen. Ja. En nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Ja. Ja, zo duurt het nog wel wat langer natuurlijk dan een uur rijden. Ongelooflijk, zo zit je zondag in je korte broek in de zon. En zo sta je een paar dagen later in de file in de sneeuw. Nou, het was iets langer dan een uurtje rijden, want we hadden sneeuwstormen onderweg en file en weet ik het al niet meer. Inmiddels even lekker gegeten, maar we zijn op de plaats van bestemming en we gaan uitladen gaan blazen. Dus ik zeg, ik ga de hulptroepen weer roepen, auto gaat open en we gaan de boel uitladen hier. Mag ik voor die even passen? Nou, daar staan ze hoor, de hulptroepen. Maar goed, deze klus is ook weer geklaard. De spulletjes die staan hier achter tegen de wand opgesteld. En wij zijn zeer dankbaar dat het hier kan staan. Weer iets van het lijstje af, jongens? Ja. Nog weer opgeruimd. Weer dichterbij. Weer ruimte. Maar goed, we gaan deze dag ook weer afsluiten. We gaan zo wederom lekker aan de bakje koffie. En we zien jullie weer morgen op de camperplaats als we weg zijn met de camper. Want dan hebben we natuurlijk nog wat in te lossen, hè? Ja, de pet. De pet. De winactie. Oh ja. Precies, de winnaar van de winactie. Of winnaars misschien wel. Ja. Gaan we bekendmaken van de winactie van onze vorige vlog van vorige week. Dus blijf zeker kijken. Ja, en na zo'n drukke week die we hebben gehad met z'n allen. Met hulp van allemaal. Want dat hebben we hard ons best gedaan afgelopen week. Zeker weten. En ja, het is misschien een wat lange vlog aan het worden zo. Maar goed, het waren allemaal dingen die we graag met jullie wilden delen. Ja, en dit keer gewoon heel veel geregeld. Er is gewoon veel gebeurd van de week. Ja. En je weet het, hè? Anders is het dubbel tik en dan scroll je wel een stukje door op het filmpje als je het niet interessant vindt. Ja. Maar goed, nu wordt het opletten geblazen. Want
Er worden een paar petten te bazen. Hey, ik begin zo zelf weer met rijmen. Nee, maar zonder gekheid, we hadden nog beloofd om twee petten weg te geven. Zoals gezegd in onze vorige korte vlog, hè, de pettenwinactie. Nou, en we waren eigenlijk heel beduust hoe leuk er door iedereen op werd gereageerd, hè? Zeker, daar ben ik heel beduust van. Wat een veel reacties. Wat creatieve reacties. Ja, 50 stuks, 50 ja. reacties ja. hebben we op de video gekregen. Dus nou, hartstikke leuk. Ik moet allereerst, iedereen heeft echt zijn best gedaan. En natuurlijk zitten er eenvoudige bij en voor de hand liggende. Maar ik vind het alleen al leuk dat jullie zo je best hebben gedaan. Ja. Dat jullie het dus schijnbaar leuk vinden om zo'n pet te kunnen bemachtigen. Ja, wat dat betreft, ja. zou je, we hebben ze niet genoeg. Maar nee. ik zou zeggen, iedereen verdient een pet. Maar... Ja, weet je, ja, dat zou ik het liefst ook doen. Ja. Maar daar zijn ze me helaas iets te duur voor. Ja, ik kan nu wel gelijk. Ja, dat weet je, ik ben niet zo van de merchandise. Nee, maar nee. wij hebben ze laten maken. En deze petten, die kosten mij om te laten maken, kosten ze mij al 12 euro. Dus ja, om ze nou te koop aan te bieden, dat vind ik ook weer zo wat. Maar goed, ja. is er wel interesse ervoor? Natuurlijk kan het. Er staat alleen de Beert op met ons logo. Bewust niet de Beert Campergezin Hannes. Er staat er niet bij. Dus hij blijft daardoor nou ja, voor iedereen te dragen. Maar goed, het gaat nu om die twee te winnen. Want we gaan de twee verloten. Ja. Dat hadden we beloofd. Ja, dat is waar. En we hebben van tevoren al een beetje samen gekeken. En de, even kijken, de eerste. Wie was dat ook alweer? Gaan we het spannend maken? Ja. De eerste die heeft gewonnen is... Ja. Vince mag het zeggen. Je had wel heel goed zijn best gedaan. Mister 2 meter en 5. Mister nou. 2 meter 5. Ja, en dan hoop ik niet dat het je eigen broer is, want die is ook bijna 2 meter 5. Ja, maar dat is Mister 2 meter 3. Dat is 2 meter 3. Nou ja, die is ook groot. Die is ook erg ja, lang. Ja. Maar Mister 2 meter 5, of hoe je ook mag heten, de eerste pet is voor jou. Gefeliciteerd ermee. Ik ga zo even uitleggen hoe je de pet kunt bemachtigen. Ja. En dan hebben we een tweede die we weg gaan geven. En die is voor een reactie die nog op de valrij binnenkwam. Oh, ja, zeg het maar. Greta Rozeboom, ja. Ja, die vonden we ook heel Die vonden we ook erg leuk. Ja, weet je, ze waren allemaal hoor. Nogmaals... Ja. Iedereen super bedankt. Het liefst hadden we inderdaad allemaal petten weggegeven. Hoor. Ja. Maar zoveel hebben we er helaas niet. Ja. Maar leuk om te zien nogmaals dat jullie zo hebben gereageerd. Maar goed, gefeliciteerd Mr. 2 meter 5 en gefeliciteerd Greta Rozeboom. Hoe komen die petten nou bij jullie? Dat kan op twee manieren. We kunnen zeggen van, goh, kom net als die volgers die er vorige week waren. Kom ons een keer opzoeken en dan kunnen we hem persoonlijk overhandigen. Maar ga je voor de makkelijke weg. Dan, en we willen het toch een beetje privé houden. We gaan niet alle adressen zo op straat gooien. Dus het hoeft niet online op deze vlog te worden gereageerd. Maar wij hebben ook een Instagram account die we hebben. En daar kun je persoonlijk een bericht op sturen. Ja. En dat Instagram account is debeert _ campergezin Hannessen. Ik zet het ook even onder in beeld. Als je naar het Instagram account gaat, kun je ons even daar privé een bericht sturen. En dan hebben we eventjes samen contact. En dan wisselen we eventjes de adres uit. En dan zorgen we gewoon dat die keurig netjes zo snel mogelijk naar je wordt opgestuurd. Dus dat. Ja. Goed, het is alweer einde van de dag zaterdag. En nou ja, het weer is niet zo heel mooi. Dan schijnt de zon, dan regent het. Maar wij gaan zo even lekker een hapje eten. En dan gaan we vanavond nog lekker een kampvuurtje maken. En dan sluiten we deze vlog samen met jullie bij het kampvuur af. Ja. Doen we. En nou, zoals jullie zien, lekker op de achtergrond onder het genot van een kampvuurtje. En zoals gezegd zouden we de vlog afsluiten. En we hebben bezoek, want Stijn komt erbij. Tadaa! Daar is hij weer. Niemand minder als onze grote vriend, de krullenbol, is er ook bij dit weekend. Met een, de broer van, hè? Met, de broer van. Een complete Satudara club. Ja. Met zijn motorvrienden. De motorclub. Die besloot ook het weekendje hier in Holten door te brengen. Stijn misschien wel bekend voor jullie en ken je hem niet, volg hem dan op zijn YouTube kanaal Op Reis met Stijn. Je gaat weer een leuk avontuur tegemoet. Ja. Zeker, altijd mooie avontuur. Ja, en binnen nu over een week geloof ik richting Engeland. Zeker. Dus als je hem nog niet volgt, volg hem dan zeker Op Reis met Stijn, want hij gaat over een week gaat hij richting Engeland en dan gaat hij de coast-to-coast wandeling maken, als ik het goed zeg. Ja, helemaal goed. 300 kilometer wandelen. Door Engeland. Nou, beetje passen bij onze vlog zou ik zeggen. Petje af, maar ja. Ik vind het fantastisch. Ja. Dus, als je dan toch ook op zijn kanaal bent geabonneerd,
Vergeet dan natuurlijk ook niet, mocht je dat nog niet zijn, op ons kanaal te abonneren. Dat zouden we ook zeer op prijs stellen. En het kost jullie helemaal niks. En zo blijf je mooi op de hoogte van al onze ondernemingen. En het is nog maar 4 weken. En dan is het zover. Hij woont al in zijn camper, maar wij gaan er achteraan. Dus het is aftellen geblazen. Dus wil je niks missen? Abonneer. Klik op het belletje om niks te missen van onze volgende vlog die we uploaden. En verder rest ons niets minder dan jullie te bedanken voor het kijken naar deze vlog. En wij gaan weer genieten van een kampvuurtje met elkaar, dacht ik. Ja, heerlijk. En een borreltje zijn we aan toe. En een borrel. En een borrel. Bedankt voor het kijken naar deze vlog en graag tot de volgende. De volgende. Doei. 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 When we are together, together in our motorhome, the beer.